Goedemiddag, Dylan. Dylan is de oprichter van Be More Personal Training. Nu, Dylan, ik stel voor dat je jezelf even kort en krachtig voorstelt en ook waar dat Be More Personal Training voor staat. Goedemiddag, Jeroen. Bedankt voor de uitnodiging alvast voor het interview. Iedereen aangenaam. Mijn naam is Dylan Hermans. Ik ben 28 jaar en afkomstig van Genk. Ik ben zaakvoerder van Be More Personal Training. Nu, ik ben sinds 2012 al bezig met personal training, maar echter ben ik mijn zaak gestart in april 2018. Dus ik ben officieel gestart als personal trainer in 2017, onder een andere personal trainer, omdat die kans en mogelijkheid zich toen voordeed. Maar mijn zaak, Be More Personal Training, ben ik officieel gestart 1 april 2018. Dus eigenlijk juist net over 2 jaar. Ik zit zelf in de regio Hasselt en wij werken voornamelijk samen met de keten Basic Fit. Ja. Dus ik ben alleen begonnen. Onder een personal trainer zelf. Die is dan na 6 maanden gestopt met onze samenwerking. Ben ik zelf alleen verder gegaan. En is het eigenlijk zo ontploft dat wij nu eigenlijk met 7 Basic Fit zitten. Waar er waarschijnlijk 6 gaan bijkomen in de toekomst. Afhankelijk van de coronamaatregelen. En we zijn nu zelf bezig met het openen van onze eigen zaal. Dus zoals ik al zei, ben ik alleen begonnen. En wij zijn nu met een 25-tal personal trainers. Oké. Ik vind dat super indrukwekkend. Ik ga daar even op inpikken, Dylan. Ik wist dat jullie groot waren. Ik wist de omvang van jullie... onderneming, zeg maar. Maar ik wist niet dat jullie zo snel gegroeid zijn, want zo'n bedrijf, zo'n business op poten zetten in slechts 2 jaar tijd, dat is toch wel heel indrukwekkend. Dus ik ben ook heel benieuwd. Wat zijn volgens jou de succespilaren geweest om tot dat succes te komen? Wat waren de belangrijke factoren om zo snel te groeien? Ik ben van mening, als je open staat om bij te leren en als je open staat om alles en iedereen een kans te geven, dat je heel snel kunt groeien. Mits natuurlijk de juiste mensen en de juiste mogelijkheden, dat je eigenlijk heel snel eruit kunt gaan. Nu, ik ben iemand die sowieso open staat en om bij te leren en om nieuwe mensen te leren kennen. En als je de juiste mensen langs je hebt, die hetzelfde willen, die mee aan de kar gaan trekken, ja, dan ben je onstopbaar. Nu, je zegt inderdaad op 2 jaar tijd, maar als je echt iets wilt en je steekt daar de nodige tijd en moeite in, dan kun je heel snel eruit gaan. Maar het is gewoon een kwestie van het gewoon te doen. Zeker. Het is en blijft een risico, maar het is gewoon van als je iets wilt, ga ervoor. Heel simpel. Er is geen speciale vaardigheid voor nodig. Het is gewoon graag genoeg willen. Dat vind ik al een heel mooi advies en een hele wijze les. Ik geloof ook inderdaad, als het een prioriteit is en je doet het met passie, dat je heel snel kunt groeien. Zeker als je heel doelgericht werkt. Wat ik ook heel belangrijk vind, en wat dat bij jou ook een grote succesfactor was, geloof ik, is natuurlijk de juiste mensen vinden op de juiste moment. En dus je eerste team, je eerste paar mensen, dat is heel belangrijk om te kunnen groeien. Dat merk ik nu ook. Nu, wat ik zelf ook heel hard merk in de fitnesssector, en je mag me tegenspreken als je het niet eens bent, maar ik vind dat er nog veel te veel personal trainers zijn die in hun eigen kontje blijven en enkel alleen met hun eigen werken. Ja. Maar zoals jij zegt, je moet je openstellen voor mensen, want zo kun je heel snel een netwerk uitbouwen en kun je heel snel de juiste connecties maken. Ik denk dat dat een heel belangrijke factor was, ook voor jouw groei. Nu, merk jij dat ook of ligt dat aan mij? Of is er in onze personal trainingssector echt wel ook nog een beetje een probleem op dat vlak, dat mensen te veel op hun eigen willen blijven werken? Ik denk dat het voor veel mensen moeilijk is om uit hun comfortzone te kruipen en om dat ze misschien onwennig vinden om open te staan voor nieuwe ideeën. Als er het maakt niet uit welke personal trainer, iemand die pas begonnen is, iemand die 20 jaar bezig is, naar mij zou toekomen en zeggen, zou je een samenwerking zien zitten of zou je een gesprek zien zitten om te kijken of er een eventuele samenwerking, zeg ik dof is ja. Zonder op te zoeken of zonder na te denken, zeg ik ja. Omdat iedereen een kans verdient. En zo zijn wij ook ter sprake gekomen natuurlijk. We hebben elkaar ontmoet via LinkedIn. We hebben ook gezegd, van kunnen we eens een Zoom-meeting doen voor elkaar wat beter te leren kennen. Kijken wat we voor elkaar kunnen doen. En hier zitten we. Dus allee, ik bedoel, het is gewoon, je moet openstaan voor alles en iedereen. En samen zit je altijd beter. Dat is iets wat ik vaak gebruik, let's get better together. Je zit altijd beter samen. Ik zie dat ook niet als concurrentie. Omdat, allee, dat is nu gewoon gelijk het is. Ik ben een hoofd voor politieagent en een bijberoep PT. Dus ik ben niet afhankelijk van mijn succes. Maar daardoor kan ik soms wel de touwen loslaten en het op een breder aspect bekijken. En ik ben van mening, als je 2 goede personal trainers samenvoegt in een bedrijf, dan zit je onstopbaar. Als je elk op je eiland blijft, dan blijf je met je oogkleppen op en dan zit je altijd gelimiteerd. Ja, vind ik een hele mooie. Hè? En natuurlijk ook, zoals je zegt, je hebt dan die financiële vrijheid eigenlijk op zich een beetje. Je hebt niet te veel druk. En dat geeft u net die vrijheid die je nodig hebt om te kunnen ondernemen. En dat is eigenlijk een heel gezond klimaat om in te kunnen ondernemen. Ja. Dat vind ik wel heel mooi natuurlijk, dat je dat meegeeft. Ja, dat heeft voor- en nadelen natuurlijk. Als ik volledig zelfstandig zou zijn, zou ik natuurlijk ook 40 uur per week meer tijd hebben om me bezig te houden met mijn zaak. Dan zou je nog sneller kunnen groeien natuurlijk.
Inderdaad, en dan kun je natuurlijk nog meer kansen nemen en nog meer tijd steken in de kwaliteit en kwaliteit van je bedrijf. Maar ja, ik heb ook natuurlijk mensen die achter de schermen werken, die nooit iemand ziet of nooit iemand hoort. Maar zonder die mensen zou ik ook niet staan waar ik nu sta. Heel simpel. En is er die ambitie om ooit fulltime personal training te gaan? Of doet je hoofdberoep te graag? Ik doe mijn hoofdberoep heel graag. Ik ben heel graag politieagent en ik zal dat ook wel, ik mag nooit 100% zeggen, maar ik denk ook wel dat ik dat ga blijven doen. Puur omdat ik dat... Ik vind dat ook een eer om dat zelf te zijn, maar ik voel ook die druk om ook dat te blijven. Omdat ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, maar ik vind het toch belangrijk om een dienstverlening te zijn voor de maatschappij, zo gezegd. Ook met de corona zie ik ook toch hoe belangrijk wij zijn. Hoe belangrijk jullie functies, ja, absoluut. Ja, dat zien we hier ook op straat. Ik sta open voor alles, dus ik zal nooit zeggen nee, ik ga niet in hoofdberoep gaan. Want in principe, als ik echt wil, zou ik dat wel eventueel kunnen, mits natuurlijk enkele aanpassingen. Maar ik zou het wel overwegen, maar dan moet ik bepaalde doelen en opdrachten verwezenlijkt hebben en daar ben ik nog lang niet. Daar ben je nog niet. Maar ja, zoals je zelf al zei, daar kom je misschien wel, hè? Zeker als je zo blijft doorzetten, als je de juiste stappen blijft zetten, met de juiste mensen blijft connecteren. En, je kunt niet meer doen als je best. En dan, dus. Voilà, absoluut. Nu, ik ben sowieso ook heel blij dat jij openstaat voor die samenwerking, want dat is ook een van de redenen dat wij dit interview momenteel doen. En ik denk dat wij in het algemeen soms ook iets te braaf zijn. Ik vind ook dat je moet durven om mensen te benaderen. Een ja kunt je krijgen. En dat is ook een beetje het motto waarmee dat ik onderneem. Ik spreek heel veel mensen aan, ook nu voor die interviews. Soms krijg je geen antwoord. Maar ik krijg ook wel heel regelmatig een ja. En dan komen daar heel interessante gesprekken uit voort. En weet je, dat is altijd een win. Hè. Dat is altijd een win. Dus sowieso al merci daarvoor. Nu, jij bedankt. Een heel interessant topic, of een heel hot topic momenteel natuurlijk, is de COVID-19. Heel het corona gebeuren. Nu vroeg ik mij af. Hoe speelt jij dan als ondernemer en als manager, zeg maar, van heel dat team van Be More Personal Training? Hoe speelt jij daar momenteel op in, Dylan? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Oh, om een lang verhaal kort te maken, probeer ik eigenlijk van ieder nadeel een voordeel te maken. Zoals ik al zei, ik werk nog fulltime als ambtenaar, maar mijn niche als personal trainer is online coaching en one-on-one personal training. Maar ik heb eigenlijk beslist om meer tijd te steken in het online coaching gebeuren. En mijn bedrijf terug te herbekijken. Dus ik ben met een paar mensen gaan samenzitten. Ik heb mij ook een business consultant gezocht. En we hebben gekeken van, oké, hoe zit mijn bedrijf in elkaar? Wat is de kwaliteit van mijn bedrijf? Waar zitten de zwakheden? Waar zitten de sterke punten? Waar zitten de zwakke punten? En dan gewoon gekeken van, wat kan er beter? Vooral qua structuur en organisatie. Dan hebben we gekeken naar de zwakheden. En de zwakheden versterkt. En de sterktes behouden. Nu ben ik ook veel bezig met sollicitaties van nieuwe personal trainers. En mensen voor achter de schermen te werken, zoals de boekhouding. Het financiële plan, het businessplan, het recruteren van personal trainers, de webshop die we nu hebben met de kleren, daar is heel veel werk voor nodig en dat kan ik allemaal niet op mijn eigen, dat gaat gewoon niet. Dus ik heb een paar dingen uit handen gegeven. Ik ben ook altijd bezig met opleidingen te volgen, met webinars te volgen, maar om een lang verhaal kort te maken, focus ik ook op de kwaliteit van mijn bedrijf en mijn core business en dat is personal training geven. Dus ik hoor vooral eigenlijk bijscholen en werken aan je business nu dat een tijd daarvoor is. Nu dat je dat eigenlijk het moment is om dat te doen eigenlijk. Dat vind ik super slim. Dat is ook hetgeen dat ik meestal adviseer naar de mensen toe. Van kijk, blijf niet bij de pakken zitten. Focus op wat je wel kunt doen en niet op wat je niet kunt doen. En dat is ook een stukje mindset natuurlijk. Hè. Kunnen omgaan met die stress en durven zeggen van oké, ik wil vooruit en ik blijf niet bij de pakken zitten. Dus dat vind ik ook weer al een heel mindset is everything, sowieso. Als je de juiste mindset hebt of probeert om de juiste mindset te hebben... Ja, dan zit je onstopbaar. Ik blijf daar zeggen, als er iemand is die in iets gelooft en die probeert daar tijd en moeite in te steken, zelfs geen geld, gewoon tijd en moeite, ja, dan begint je gewoon. Ik ben ook begonnen gewoon op Google Personal Training. Enter. En dan begint je gewoon op te zoeken en te kijken en je leert nieuwe mensen kennen en voordat je het weet, zit je daar zo ingerold. En op 2 jaar tijd kun je echt wel heel veel doen. Absoluut. Absoluut. Natuurlijk, voor sommige mensen is 2 jaar tijd enorm veel tijd. Ik vind dat natuurlijk, als ondernemer, je weet dat ook, dat kost tijd om iets mooi op te bouwen. Absoluut. Nu, ik merk ook wel dat de jongere generatie, laten we zeggen de millennial generatie ook, wij zijn ietsje meer ongeduldig en ik denk dat dat ook wel een beetje een probleem is, misschien bij veel mensen, om iets uit de grond te stampen. Is dat wij vaak al succes verwachten na een paar maanden, maar de realiteit is gewoon dat het tijd kost, energie kost. Maar zoals gezegd, als je volhoudt en je hebt de juiste mindset, dan gaat het er altijd wel geraken. Dat is mij alles zo. Dus, je kunt denken van ik ben de beste, en dan gaat je misschien niet de beste zijn, maar door zo te denken gaat je wel heel ver komen. Ja, of gewoon jezelf gewoon elke dag uitdagen. Hè? Gewoon elke dag denken, ook al heb je een keer een slechte dag, oké, vandaag ga ik toch even die een boek vastpakken, al lees je maar 5 pagina's, dan ga je toch weer 1% groeit. Je zit op dezelfde golflengte. Ja, ik voel het inderdaad. Dat is mooi om te horen, dat is leuk. Dat is fijn. Nu,
als ik dat dan zo hoor, je bent heel snel gegroeid. En dan vraag ik mij ook af, in die 2 jaar tijd, dat je dan echt effectief met Be More Personal Training bezig bent. Mm-hmm. Wat is je grootste succes op dit moment? Waar zeg je het meeste trots op dit moment? Oh. Ja, op dat gebied eigenlijk ben ik nog niet echt trots wat ik bereikt heb, omdat ik nog belangen niet wil zijn waar ik wil zijn. Ik moet zelf ook nog beter worden, zowel als persoon ben ik nog elke dag beter aan het worden, als ondernemer, als personal trainer. Zoals ik op het begin van het gesprek zei, je kunt altijd bijleren en ik ben zelf nog belangen niet waar ik wil zijn. En er is nog zoveel te leren en zoveel te zien en zoveel te ontdekken en zoveel te ondernemen en te netwerken, dat ik nog belangen niet ben waar ik wil zijn. Ik ga niet zeggen dat ik niet trots ben op wat ik bereikt heb, maar ik heb een visie in mijn hoofd en ik ben er nog helemaal niet. Dus voor mij staat Beamer Personal Training nog in de kinderschoenen. En wat is dan... Zeg maar. Ah, wat veel mensen moeten beseffen is, ik heb meer fouten gemaakt dan dat ik geslaagd ben om iets te ondernemen of om iets op te bouwen. Allee, heel veel mensen zien mij nu en die zien Beamer en die denken, ah ja, voilà, dat is een groep personal trainers die met van alles bezig zijn. Maar de mensen zien niet... het falen en het mislukken en het tegen de muur lopen en opnieuw vallen en opstaan en vallen en opstaan en vallen en opstaan, dat zien de mensen niet. Ja. En dat wordt heel fel onderschat. Zoals die foto of die poster van die ijsberg. Mensen zien alleen maar het topje van een ijsberg, maar ja, daaronder zit dan het falen, al het harde werken, dat zien de mensen niet. Mensen zien alleen dat zien de mensen. Dat is de vaak ook. Lijkt nu die serie op Netflix van Michael Jordan, The Last Dance. Iedereen ziet hem spelen, maar niemand ziet wat erachter zit in zijn leven. En dat is waar je ook rekening mee moet houden, natuurlijk. Ja, ik ben het ook recent beginnen kijken. Ik zit nu aan aflevering 2. Ja, top, hè. Wel een leuke serie, ja. Heel interessant, absoluut. Nu, je zegt, Beamer staat nog maar in zijn kinderschoenen, ook al heb je al veel bereikt. Nu, ben ik ook wel benieuwd van, waar zou je dan graag naartoe willen gaan met Beamer? Wat is zo'n beetje het eindpunt of de ideale situatie? Ik denk, als ik kan zeggen van, nu kan ik zelf stoppen bij Beamer Personal Training. Ik kan een jaar lang op vakantie gaan. En het blijft draaien en het blijft bollen gelijk het moet bollen, dat ik kan zeggen dat ik geslaagd ben in mijn missie. Maar op dit moment, alle personal trainers die we aannemen, die moeten sowieso gecertificeerd zijn, maar die lopen sowieso een soort van stageperiode bij mij van 3 maanden. En dan moeten ze minimum bepaalde opleidingen hebben gevolgd, minimum bepaalde webinars hebben gevolgd, een bepaald aantal stages hebben gedaan. Ook al hebben ze een diploma, en dat maakt niet uit of dat diploma is van een NASM EREBS level 4 of een beginnend diploma van Centrum voor Avondonderwijs personal training, dat maakt niet uit. Dus gewoon, het is niet dat ik hun wil vormen, maar ik wil hun wel een manier laten zien van hoe je personal training kunt geven. Er bestaat geen goede manier, maar er bestaat wel een foute manier. En ik wil de foute manier sowieso uitschakelen. Absoluut. Een soort van kwaliteitsgarantie bekomt je op die manier. Dat moet wel eigenlijk, hè? Want slechte reclame is absoluut onwenselijk. Voilà, ja. En op het moment dat ze mij niet meer nodig hebben, ben ik in mijn opzet geslaagd. Maar daar zijn we nog belangen niet, dus... Dat is nog even werken, zegt. Oké, okay. Goed. Allee, we hebben het nu even gehad over de successen, maar waar dat veel te weinig mensen over praten, ik ben blij dat je het zelf eigenlijk al zegt, je hebt heel veel fouten gemaakt. Laten we misschien even praten over die fouten, want ik geloof dat we daar ook heel veel uit kunnen leren. Wat zijn de grootste fouten op dit moment uit het hele traject en wat heb je daaruit geleerd? Ik denk dat dat heel waardevol is, Dylan. Dus als je dat wilt delen, dat zou super zijn. Ja, je kunt beter vragen welke fouten niet. Ik bedoel, dan zitten we nog uren te babbelen. Ik heb heel veel fouten gemaakt. De grootste fout die ik gemaakt heb, en dat is eigenlijk een heel grote fout, is dat ik veel te laat begonnen ben als ondernemer. Want ik ben op 25-jarige leeftijd pas begonnen met ondernemen. Als ik op 16-jarige leeftijd wist wat ik nu weet, dan was ik toen al begonnen met ondernemen. En ondernemen is niet moeilijk, want het woord zegt het zelf. Wanneer zit je een ondernemer als je iets onderneemt? We hebben, ik weet niet wie je gecontacteerd heeft van buiten, maar we hebben, ofwel heb ik ondernomen om u te contacteren, ofwel heb jij ondernomen om mij te contacteren. Dan ben je een ondernemer. Als je bezig bent met een bepaalde visie in een bepaalde niche, in een bepaalde sector, en je wilt iets bereiken, moet je gewoon iets ondernemen. En dat is mijn grootste fout, dat ik eigenlijk te laat begonnen ben als ondernemer. Nu, ik ben een ambtenaar en bijberoep ben ik dan ondernemer. En ik ben ook maar begonnen zonder kennis van zaken, zonder kennis van business doen, van ondernemen. Ik ben maar begonnen en hier. En ik dagelijks en wekelijks tegen die muur blijven lopen. En wat is dat? En dit moet in orde zijn. En dat moet je betalen. En hier moet je rekening mee houden. En dat wist ik niet. En er zijn zoveel dingen. Allee, ik heb zo goed als alle fouten gemaakt die je kunt maken als ondernemer op die 2 jaar. Ik ben beginnen met nul kennis van zaken en onwetendheid zonder ervaring en geleerd op de slag. En wat ik ook heel belangrijk vind, is dat je iemand zoekt die als voorbeeld kan fungeren, een soort mentor. Ik heb hem nu eindelijk gevonden. Na 3 jaar ben ik pas een traject begonnen, een maand geleden, met een mentor. Officieel, die dan mij helpt en bijstuurt van kijk, dit kun je beter doen. Dus als je dat in het begin al hebt, dan zit je al 3 stappen voor. Iemand die kennis en ervaring heeft in de sector waar jij onderneemt.
Ja, absoluut. Ik denk, zo'n rolmodel of een mentor, iemand die je daarin begeleidt, iemand die je dat extra duwtje in de rug geeft, die alles een keer dubbel checkt, waarmee je alles kunt afvinken, zo'n soort van klankbord, zeg maar. Ik denk dat dat superkrachtig is. Ik heb dat ook een hele tijd geleden gedaan. Ik heb daarin geïnvesteerd. Was niet goedkoop, dat heb je zelf ook al aangegeven. Het is niet goedkoop om iemand in te huren. Maar het zorgt wel dat je in een soort van stroomversnelling geraakt, waardoor je sneller kunt groeien. En ik zeg altijd, het is altijd kiezen. Ofwel spendeert je wat geld, ofwel spendeert je heel veel tijd. Maar je tijd is eigenlijk onrechtstreeks ook gelijk aan geld, dus je moet altijd kiezen welk van de twee dat je gaat spenderen. En ik verkies altijd om een beetje geld te investeren, want geld komt en gaat, maar je tijd, ja, eens dat die weg is, zoals je zelf al zei. Ik wou dat ik vroeger was gestart met ondernemen. Ik heb dat gevoel nu ook. Moest ik weten wat ik vandaag weet, had ik zelfs niet aan mijn hogeschoolstudies begonnen, maar was ik na het secundair eigenlijk al begonnen met ondernemen. Maar aan de andere kant, die ervaringen, die fouten die we gemaakt hebben, onze eerste boek, et cetera, dat maakt zo wie dan we vandaag zijn. Dus misschien was dat wel net nodig om te komen waar we nu staan. Absoluut. Absoluut. Maar als je geen fouten maakt, kun je niks verkeerd doen in principe. Absoluut. Hè? Dat is absoluut waar. Ja. Absoluut. Goed. Nu, een van mijn favoriete vragen die is ook van... Stel nu dat je vandaag opnieuw moest beginnen van scratch, waar zou je als eerste in investeren? Dus je personal training business is helemaal weg. Je moet van nul beginnen, vanaf dag één. Waar zou je als eerste in investeren? Ik denk dat ik dan zelf als personal trainer in dit geval mee zou aansluiten bij een groep of bij een zaak, zal ik zeggen. Nu niet om reclame te maken voor mijn eigen zaken, want er bestaan honderden zaken in België. Ik denk in Limburg alleen al is er binnen Basic Fit of een privégym, om mij daarbij aan te sluiten en een soort community te creëren. Ik ben altijd personal trainer geweest en we zijn nu met 25 mensen. Maar ik kon ook op mezelf blijven alleen, gelijk op het begin hebben gesproken. Ik kan mijn eigen bubbel blijven, mijn eigen naam opbouwen als Dylan Hermans personal trainer, weet ik veel. Maar je zit zoveel sterker en zoveel beter als je samen bent. Dus ik zou me sowieso vervoegen bij een groep of onder een bepaalde personal trainer naam, omdat je inderdaad als community en als groep zoveel sterker bent en inderdaad, gelijk je zei, in een stroomversnelling komt, omdat je zoveel kennis en ervaring samenzet. Dat zou ik doen als ik nu van scratch moet beginnen, zoals je zei. Dus vooral een community uitbouwen en een sterk netwerk opbouwen, dat je veel van elkaar kunt leren, dat je elkaar kunt triggeren. Ja, absoluut. Okay. En dan sowieso investeren in jezelf, kennis en ervaring. Dus ik heb zelf ook al verschillende personal trainers gehad voordat ik begon. Verschillende coaches gehad. En ik ben nog altijd bezig met opleiding. Ik ben nu bijna 10 jaar al opleidingen aan het doen die te maken hebben met sport en voeding. Dus ik bedoel, je kunt alleen maar beter worden. Absoluut. Dus blijven investeren in jezelf eigenlijk. Het stopt nooit uit het leerproces. Ja. Dus voordat je begint, zorg dat je sterk in je schoenen staat en dat je opgeleid bent. Ja. Dat je weet wat je doet. Hè? Dat je niet gaat, dat je geen circustechnieken gaat toepassen. Ja. Klopt. Dat gebeurt wel eens. Ja, helaas. Weet je, dat is ook een beetje het probleem van onze sector. Het is nog altijd niet gereguleerd, maar daar komt hopelijk wel... Dat is heel jammer, ja. Ik had pas het nieuws gezien dat je eigenlijk geen diploma nodig hebt voor personal trainer te worden nu. Klopt. Ik ga ook niemand aannemen op basis van diploma's, al hebben ze zoveel diploma's of zoveel, maar de kennis en ervaring is toch wel heel, heel belangrijk, omdat we toch bezig zijn met iemand zijn gezondheid. Hè. Absoluut, dus. Absoluut. Goed, Dylan, om af te sluiten, nog één vraagje. Wat zijn de... Of welke tips zou je meegeven naar startende en ervaren personal trainers vanuit uw ervaring? Wat zijn voor u de beste tips die je kunt meegeven om een succesvolle personal training business uit te bouwen? Dat zou ik zeggen. Eerst, zoals ik al zei, de opleiding. Dus je moet denken, zeker anno 2020, iedereen is tegenwoordig personal trainer. Die fit girls en kerels op Instagram die duizenden volgers hebben, die daar opeens zeggen, online personal trainer, ja, die maken heel veel geld ermee. Maar hebben ze de nodige kennis en ervaring? En ik wil niemand tegen de schenen stampen. Daar zullen er zeker en vast heel goede bij zijn. Maar iedereen is tegenwoordig personal trainer die een sixpack heeft, bij wijze van spreken. En dat werkt niet. Ik bedoel, je kunt wel mensen helpen van een bepaald punt tot aan een bepaald doel. Maar wat dan? Ja? Er zijn heel veel mensen die vastlopen of die stoppen. Of je zit meer als een personal trainer. Je zit ook een life coach tegelijkertijd. Alleen in mijn geval toch. Ik bedoel, personal training is niet goedkoop. En maar hierdoor wordt die markt wel geterroriseerd en dat is heel jammer. Allee, ik vind dat heel jammer, omdat waar gaan ze dan belang aan hechten? Aan iemand die er goed uitziet of kennis heeft, snap je? Dat is een beetje heel jammer. Maar ja dus als ik bijvoorbeeld vraag aan een sollicitatie aan een personal trainer, want we hebben heel veel aanvragen, van wat is scoliose? En als we dan al kijken van, oei, scoliose. Ja, als je al niet weet dat dat een afwijkende kromming in de wervelkolom is, dan stopt het voor mij, omdat je een bepaalde kennis nodig hebt. Ik ga niet zeggen dat je moet weten alle spieren die we hebben. Nee, want dat weet ik zelf ook niet.
Maar je hebt wel een basispakket nodig voor iemand die bijvoorbeeld een rugklacht heeft, dat je weet wat je moet doen, of dat je al weet waar je moet doorverwijzen en wat je zeker niet moet doen. Dat vind ik heel belangrijk. Dus jij zou zeggen, sowieso starten met een heel goede opleiding, dat je goed in je schoenen staat en dat je mensen verantwoord kunt helpen. Ja, sowieso. Absoluut, absoluut. Ja. En dan verder, Verder nog concrete tips naast die opleiding? Een voorbeeld nemen aan iemand en een goed plan opstarten. Weet waar je mee begint en waar je naartoe wilt gaan. Dus stel concrete doelen op. Hè. Jaar 1 wil ik zoveel omzet draaien, wil ik zoveel klanten hebben, wil ik een eigen locatie hebben, jaar 2 dit jaar. Een soort van doel businessplan op korte termijn en lange termijn. En heel belangrijk voor mezelf is, sta open bij te leren. Wees transparant, open en eerlijk met jezelf. Ja, simpel. Absoluut. Transparantie is ook super belangrijk, absoluut. Daar ben ik het ook volledig mee eens. Ik probeer ook vanuit deze business heel transparant te zijn over prijzen, wat we doen, kijken achter de schermen geven. Ja, ik vind trouwens dat jullie ook op social media, om daar even kort op in te spelen, de zichtbaarheid op social media, op Instagram bijvoorbeeld, is super goed. Ik zie heel veel verhalen passeren, heel veel engagement. Jullie taggen elkaar ook, de coaches onderling. Dus op dat gebied zitten jullie wel heel goed, denk ik. Ik denk dat dat ook een van de sterktes is van jullie bedrijf. Dus, we proberen de mensen ook te betrekken, dat is leuk. Want ik heb bijvoorbeeld op WhatsApp heb ik een groep met al mijn klanten en die sturen elkaar nu zo van, heb jij de workout gedaan vandaag? Hoe lang heb jij gefietst? Allee, dat is leuk. Dat die met elkaar eigenlijk kunnen communiceren, een beetje een community creëren. Hè? Community building, ja, absoluut. Dat is ook het succes achter CrossFit, hè, als je puur kijkt. Voilà, daarom dat CrossFit zo business. Succesvol is. Dat is puur daarvoor. 100%. Absoluut, absoluut. Dus dat hebben ze heel slim aangepakt. Hè. Ja. Goed, Dylan, kaart merci voor je tijd, kaart merci voor je interview. Als de mensen geïnteresseerd zijn in wat jij doet, waar kunnen ze u dan het beste vinden? Via welke weg? Op onze website www.beamerpersonaltraining.be en op Instagram gewoon Beamer Personal Training of Dylan Hermans Fit. En dan mogen we altijd contact opnemen, altijd welkom. Wij staan open voor alles en iedereen, gelijk ik al zei. Dus, voilà, ze hebben heel veel verschillende personal trainers, dus heel veel verschillende expertises. Dus als zij iets voor jullie kunnen betekenen, mogen jullie zeker een kijkje gaan nemen. Heel erg bedankt voor uw tijd, man. Jij bedankt, Jeroen. Ongetwijfeld tot binnenkort. Yes, bedankt. Bye-bye. Hè. Salutjes. Bye-bye. Bye-bye.